In deze video leer je het verschil tussen een enkelcyclusbesturing en een continucyclusbesturing. Een machinebesturing is enkelcyclus als de machine, nadat deze is gestart, zijn cyclus één keer doorloopt. Een voorbeeld van zo'n besturing zie je nu in beeld. Nadat er op de startknop gedrukt is, zal de cilinder A naar zijn werkstand bewegen. Daarna zal cilinder B naar zijn werkstand bewegen. Vervolgens zal cilinder A naar zijn ruststand bewegen. En als laatste zal cilinder B naar zijn ruststand bewegen. De machine zal pas weer verder gaan als er opnieuw op de start gedrukt wordt. We spreken dan van enkelcyclus. Een machinebesturing is continu cyclus als de machine zijn cyclus blijft doorlopen totdat er op stop gedrukt wordt. Bij continu cyclus moet onthouden worden dat het startsignaal gegeven is. Een voorbeeld van zo'n besturing zie je nu in beeld. Je hebt nu het verschil kunnen zien tussen een enkel en een continu cyclus machinebesturing. In de volgende video laat ik je zien hoe je een continu cyclusbesturing realiseert met behulp van het programma Codasys.